dit liggen dan? Nou, zo bloes. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer dinsdag 14 december 2021. En het is nu 9:10. Lekker in de ochtend. Ja. Dus we gaan niet zwemmen. Kom. Dus ik loop nou lekker met de meiden buiten. Zoals je kan zien. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Zo, en zo ziet de kooi dus er nu nog uit. Als ze nog verschoond moeten worden. Ja. Kijk, haal ik die er even mooi uit. Een etensbakkie. Deze etensbakkie haal ik er gelijk even uit. Hartstikke mooi. Hey meisje. Ga je weer lekker schuilen? Hey. Is het weer zo'n feest? Hè? Ga je weer lekker schuilen, schat? Is goed hoor, meisje. Als jij lekker wil gaan schuilen, moet je lekker gaan schuilen, schat. Jou hoor, vind ik helemaal nierig. Je kan ook heel zielig doen hoor, dame. Jeetje. Ga zitten. Je doet alsof je leven er vanaf hangt. Nou, zo bloes. Je doet nou net alsof je hele leven er vanaf hangt. Kom op. Doe normaal. Jij. Kom, ga eens even dingen op. Kom. Kom. Nou, dat zeg ik al. Je doet wel of je hele leven ervan afhangt, hè, schat. Hey. Zo zielig doe je op dit moment. Hey. En ik zoek nou even. Mag ik er even bij, lof? Ik zoek nou eigenlijk mijn bezemhoekje. Kom, jij ook aan de kant, kleine. Tik het op, tik het op, tik het op.
Dat zeg ik. Je doet nou echt alsof je hele leven ervan afhangt, schat. Hoi. Ja, omdat ik dat zeg. Ja, je doet nou net alsof je hele leven ervan afhangt, schat. Oh ja, je bent ook zo zielig op dit moment, hè? Ja, je bent heel zielig, Annika. Kan ik ze even verschonen? Zo, en dan gaat dit. Kijk, deze haal ik eruit. Nee, zometeen. Kom. Ga eens aan de kant. Jij even aan de kant. Kom. Nee, dat is niet om te bijten. Ja, zo. Lekker inspelen, ja. Zo, je bent aardig aan het slopen en geblazen, schatje. Hé. Hey. Mag ik er een beetje bij? Hallo, dames, daar meneer. Ja, doe maar, hobbela. Zo. En dan gaat deze erop. Ja. En toen, schat, mag ik erbij, schatje? Mag ik erbij, dank je. Kijk, deze bolletje gaat er vanaf. Hè? Leg eens lekker, al. Het lijkt wel of jouw leven ervan afhangt, schat. Zo, dit is alweer 1. Deze is 1. Dan pak ik hier eentje er vanaf. Ga deze ook weer. Nou, oh, moet je hoesten, schat? Moest jij hoesten? Zo, en dit is nummer 2. Kijk,
Zo. Ja. En dan gaat hier. Kijk. Nou. Doe eens lief en doe eens normaal. Tegen elkaar. Lovely, die ligt lekker daar. Draakje komt eraan. En hier ligt Lady. Hé, Leid. Ja. Zielig doen, hè? Ja. Wat is er allemaal? Oh. Zielig, Piet. Grapje doen. Is ook handig. Ja. Ja. Kijk, dit liggen dan. Hey. Ga je weer lekker verder slapen? En wie hebben we hier? Dat is Pitty. Hi, Piet. Wie hebben we daar? Dat is Lovely. Hi. Ja. Ja. Kijk, ook heel mooi. Kijk eens aan. Leuk. Dan hebben we hier Lady. Nu. Nee. En dan ben ik mijn soepje aan het opwarmen. En ik ga een lekker tosti maken. Top. Goed plan. Toch, Leid? Ja. Zo, nou, Roderick die zit naast me, maar hij kan niet zo heel veel in beeld. Want hij heeft zijn werk toen nu aan. Maar ik heb een pakketje binnen. Joost mag het weten van wie wat waar. Maar ik heb wel een afzender. Maar ik weet het echt niet. Geen idee. Oh nee. Joh, kan allemaal. Kijk. Ik ros hem gewoon open, zeg maar. Hartstikke idee. Kijk, mag jij die weer houden? Jee, ik heel blij. Oh, ik weet al wat het is. Ik weet al wat het is. Ik ga het straks wel zeggen tegen jullie. Maar nou nog niet. Nee, want hij moet eigenlijk onder de boom. Ja, hij moet onder de boom. Hij moet onder de boom! Ja! Maar ik heb hem al wel binnen. Dus dat is helemaal top. Dat ik nog even op kan krijgen. Rodi staat nog bij de karretjes en ik loop daar snel richting de auto. Helemaal goed. Kijk, ik weet niet, kijk daar. Hier is Ro bezig. Deze hier. Kijk, hier. Kijk, komt hij aan. Dus, nou ga ik even naar de auto lopen. Ik zie de auto al. Yeah, ik ben weer goed bezig, zeg maar. Ja. Helemaal top. Kijk eens, een mooie auto. Zo. Afdoen. Ik heb dus namelijk wat voor Rood besteld en voor zijn gordel. Want dat is een gordel, die gaat iedere keer omhoog. Ik heb dus wat besteld dat het dus bij elkaar blijft. Maar ja, dat is leuk. Toch? Ja. Dus kijk, daar hebben we die eraan komt lopen. Jee, hola dio. Ja. Ja, ik let daar wel op, hoor, schat. Nee, ik bedoel op en op je logo. Op jouw werklogo. Ja, op en op jouw logo. Daar let ik wel op, hoor. Huh? Ja, precies. Logopodisten. Logopodisten. Dat is nog handig. En even mijn kaartje opbergen. Ook erg ideaal handig. Dus. Voor de beveiligers onder ons, ja, ga ik even wat vertellen. Mocht je dus nog niet weten waar je dus de
uitzonderingen kan vinden voor het niet dragen van een mondkapje. Je gaat gewoon heel simpel naar rijksoverheid/uitzonderingen. En daar staat echt alles beschreven wat, hoe, de wie en de waar. Dus nogmaals, rijksoverheid/uitzonderingen. Ja, lieve mensen, zoals jullie het kan zien, lig ik lekker op de bank. Het is nu al 9:05. Ro is er ook. Maar ik ga zo lekker mijn nest in, jongens. Ik heb het koud. Ben niet lekker. En nee, ik heb geen COVID. Ja, ik weet niet wat ik filmde, maar dat maakt niet uit. Nou, dat was dus even gezellig. Ro, toppie. Maar dan zeg ik, ik heb het koud, ik ben moe. Ik had net al zoiets van om 8:00, ik ga naar bed, maar... En ik heb hier een hele hoop meters hier in dit stuk. Echt. En dat irriteert mij, ja. Dat irriteert me echt heel erg, maar oké. Ja, wat moet ik nog zeggen? Geen idee eigenlijk, nee. Alleen dat lampje daar weer voor mij te veel is, ja. Doe hem ook zo meteen wel lekker zacht. Kijk, als ik hem zacht doe... Dan zien jullie mij niet meer. Kijk, dat is het boel. Kijk, dat is wat ik bedoel. Daarom ook dat lampje aan. Zoveel mogelijk. Dus ja, ik kijk misschien boos. Maar ik ben niet boos. Nee, ik ben gewoon moe. Ik heb het koud. Daar zeg ik al, ik ga gewoon zo op de... Lekker naar bed. Ja. Ik wacht nog even... Ja, dat is het pannetje die dan niet goed op het gasfornuis heb gezet. Nou, degene die jij net hebt in gebruik waarschijnlijk. Of een mijn pannetje. Oh. Ja. Ja. Dus ja, ik ga nog even Ro een beetje gezelschap houden en daarna ga ik lekker mijn nest in. Ja. Dus jullie zien me nog zometeen, denk ik, hoop ik, denk ik toch, ja. Ja, ik moet toch nog zometeen de vlog afsluiten, ja. Een hele goede avond, vanaf mijn kant dan. Ik weet niet waar jij hem kijkt. Het kan ook sowieso zijn dat je hem morgenmiddag kijkt, morgenochtend, geen idee. Maar... ik ga nu slapen op dit moment. Het is nu 11:30 bijna. Het is een mooie tijd. Dus vond jij deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan. En laat eventjes een leuke reactie achter. En dan krijg je een leuk hartje van mij terug. Want ik ga niet meer over op reageren. Dus een hartje... Dat kan altijd. En wil je even mailen, mag ook. De e-mail die staat in de beschrijving. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.